vandaag opnieuw werken in hetzelfde stijltje als wat daar staat, maar dan rond. En dat betekent dat we een rondgebonden boeket kunnen maken, maar met gladiolen is dat zeker voor een leek erg lastig. Dus we gaan ervoor kiezen om iedere steel zelf erin te doen. Maar wat gebeurt er als je een aantal gladiolen in de vaas zet? Dit. Dat is best mooi, maar we willen in het midden ook iets hebben. En daar hebben we een trucje voor bedacht. We gaan werken met een frame van gaas. En eigenlijk heeft iedereen in zijn schuurtje wel een stukje kippengaas staan of iets. En dat ga je gewoon knippen. Iets groter als de bovenkant van de hals van de vaas. Wat we gaan doen, is dat we het om de vaas heen strak gaan trekken. Ik kan gewoon met ieder soort touw of ijzerdraad kan dit gefixeerd worden. En dan knippen we wat we over hebben af. Wat ik doe is eigenlijk het overgebleven ijzerdraad wat onderaan het framepje nog langs de vaas hangt, terugduwen. Dus zoals je ziet wordt het dan ook een wat netter geheel rondom de hals van de vaas. Nou, dat ziet er zo uit. En dan zullen we ook meteen zien dat die gladiool gewoon rechterop blijft staan. En dat zal niet meteen in eerste instantie bij de eerste gebeuren, maar wel zodra er zo meteen een paar in zitten, heb je al meteen een steviger geheel. En dat maakt dat het voor iedereen makkelijker wordt om netjes een vaasschikking te maken. En zoals jullie zien wordt het nu al echt een mooie ronding in de vaas. Nou, dit zijn dan de gladiolen, die staan. We hebben er nog eentje over. Doe nog even aan deze achterkant. En wat ook belangrijk is, is dat je begint in het midden en naar de buitenkant wegwerkt. En dan hebben we weer van die prachtige gloriosa erbij. Dit is een nieuw soort. Meestal zijn ze wat donkerder rood van kleur, wat meer bordeaux, zoals de dahlia. Maar deze is echt prachtig met een oranje gloed. Nou stamt de gloriosa wel af van de lelie en heeft dus ook van die ontzettende mooie stampers. Pas op, want je krijgt er wel van die vieze gele vlekken van. Nou, dan gaan we aan de onderkant en tussen de gladiolen door wat dillen verwerken. Wie weet heb je het gewoon in de tuin staan, maar tegenwoordig wordt dit ook eigenlijk wel jaar rond gekweekt. Nou, dan gaan we daarna met de dahlia's wat body aan het stuk geven en wat meer kleur nog. En wat ik zelf altijd mooi vind, is als je die kleine uitlopertjes van die dahlia eraan laat zitten. Dat geeft toch een leuk frivol effect. Volg je hart, volg je gevoel. Zoals je ziet begint er al aardig vorm in te komen. En mij maakt het helemaal niet uit hoeveel bloemen er dan van één soort ingaan, als het geheel maar mooi is. De klaproos, de papaver. Ik vind hem geweldig. En om echt zo'n weelderig nazomerboeket te krijgen, vind ik al die rood, roze, geel tinten erg leuk bij elkaar. En ik denk zelf dat dit de finishing touch wordt van het geheel. Het leuke is ook dat de kleur die in het gras terugkomt ook de kleur is van het touw waarmee we het gaas hebben vastgezet. Nou heb je soms dat je dingen klaar hebt liggen waarvan je denkt die wil ik er ook nog in. Maar persoonlijk vind ik hem zo heel erg in balans. En nu kies ik ervoor om het zo te houden zoals het nu is.